Het algemeen concept voor het NEPA-project XI is vooral het creëren van een compacte groene campus op de site die enerzijds de verbinding maakt tussen het reeds aanwezige groen van de campus van de VUB site met de stad Brussel en anderzijds de stad Brussel zelf een poort geeft naar de campus. Er zal ook een duidelijk groen strook aan de Triomflaan worden voorzien door de gebouwen iets of wat terug te trekken naar de campus toe. En daardoor wordt als het ware de bezoeker of de student ineens geleid naar de groene campus. Andersom ook, vanuit de campus krijgt men een directe verbinding naar de stad Brussel. Er komen 650 nieuwe studentenwoningen op de site. En deze studentenwoningen zijn gehuisvest langs de kant van de Triomflaan om enerzijds de link te leggen met de stad Brussel, dus het wonen in de stad. We gaan daar een aantal accenten in creëren door middel van een soort van bow-windows die allemaal verschillende kleuraccenten hebben. En die op die manier eigenlijk dat prikkelende en dat stukje leven van de studentenwoningen, van de diverse units, telkens als een venster naar de stad gaan weergeven. De passerellen in het gebouw bedienen eigenlijk de toegangen naar de studentenhuisvesting langs weerszijden en kan men eigenlijk zien als een soort van verticale ontmoetingsplek. Deze passerellen zijn heel bewegend langs de gevels. Die gaan van smal naar breed en geven ook ruimte naar verschillende ontmoetingsplekken op die verbrede stukken. Er zijn op de site nieuwe leslokalen en een auditoria voorzien en deze zijn allen gegroepeerd rond een groot atrium, gesitueerd uiteraard aan een belangrijke inkomzone. Deze inkomzone bevindt zich op die groene as en van daaruit zullen alle verschillende delen bediend worden. Ook belangrijk is de flexibiliteit in het auditoria, dat door middel van de draaiende stoeltjes dat men zowel les kan volgen als kan luisteren, als groepswerken doen en dat er een grote interactie mogelijk is. Het nieuwe cultuurgebouw op de site zal een belangrijk herkenningspunt zijn. Het steekt er in de architectuur ook uit, zowel in de hoogte als in materialen. U zal zien dat alles wat studentenhuisvesting in een donker materiaal is, terwijl alle campus-gerelateerde gebouwen in een wit materiaal zijn, waaronder ook het cultuurgebouw. Dit gebouw is eigenlijk de eyecatcher van de site, van waaruit dat men eigenlijk de site gaat betreden langs die groene as. Het cultuurgebouw herbergt onder andere het café, maar ook tentoonstellingsruimte helemaal bovenaan de raadzaal met een zicht op de ganse campus en van daaruit zullen ook de gebouwen verder vloeien.